Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in Friesland bij de Molenloop 2021. Wij gaan hier de 5 kilometer lopen. En ja, dit is weer een van de eerste wedstrijden die ik doe. Ik hoop dat wij een mooie tijd neer gaan zetten. En wij gaan maar eens even naar de start toe. Kom maar mee! Thank you.
Nou, we hebben de eerste 2,5 kilometer alweer overleefd. Het is een heerlijke run hier. Lekker weertje. Best aardig wat lopers, zo te zien. En er komt nog een heel bochtje achteraan. Nou, we zitten alweer op de helft. Zoals ik gezegd heb, we doen nu even de 5K. Volgende week de 7,5. Die week erop de 10. Dan de 12,5. Dan de 16. En wie weet, komt er dit jaar nog wel eens een marathon in de buurt. Wie weet. Nou, ik zal eens even kijken welke kant op de 5K is. Maar ik denk waar alle lopers heen lopen. Nog velen dank aan alle support die ons meehelpt om deze loop tot een goed eind te brengen. Jongens, ik ga weer door en ik zie jullie, ja, misschien wel bij de finish. Dan maar een paar mindere breekjes. Ik zie de fotograaf alweer, dus moet even ons best doen. Tot zo! You say you're fine.
can see right through you, holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm Het is hier wel een prachtig mooi landschapje hoor. Het is, ja, we dachten dat het zou gaan regenen, maar dat valt allemaal mee. Het zonnetje schijnt er fel op. Het is nu een graadje of 20. En ja, ik heb nu even wat tegenwind. Viel mij wat minder goed. Maar ja, waar tegenwind is, is bij een rondje ook weer wind mee natuurlijk. Dat is geluk. Hebben we met rondjes. Nou, ik ben heel benieuwd wat er vandaag voor mij weer is meegebracht. Een speciaal biertje. Ik ben heus zeer benieuwd. En dat gaan we straks maar eens even proeven. Over 1,5 kilometer. Nou, zullen wij met z'n proberen door te trekken tot de finish. Min tegen zoals waar, bultje op. Maar wij gaan dat redden. Wij gaan dit varkentje wassen. Ik zie jullie bij de finish, jongens. Yo! Oh,
Ik zie de vlaggetjes van SV Friesland daar bestaan. En ja, misschien niet staat, van start gegaan. Maar zelfs dit moeten we nog even trainen. Hè? Het is niet anders. Ik denk, ik kan me wel helemaal kapot lopen tot boven de hartslag 180, 190. Maar dat lijkt ons niet gezond. Dus eventjes. Pas op de plaats en dat laatste sprintje even heerlijk joviaal over de finish komen. Er komen alweer een paar dames achter mij aan. Laten we nou proberen om die voor mij te houden. Dat vind ik wel zo prettig. Nou, ik ga nog even uit, in en uit ademen. Uit en in en uit. En we gaan zo het eindstukje maar even inzetten. Yo!
Dat was hem dan, de 5 kilometer Molenloop 2021. Het is niet zo gemakkelijk gegaan als ik gedacht had. Ik denk 5 kilometer, we doen het zo. Maar ja, ik ben waarschijnlijk een beetje te hard begonnen met lopen. Wat wind tegen. En ik moest toch even 3 keer wandelen. Nou ja, niks aan te doen. De opnames qua audio zijn waarschijnlijk ook niet helemaal goed gegaan. Ik ben vergeten via mijn microfoontje op te nemen bij het lopen. Dus het kan zijn dat ik wat lastig te verstaan was onder de run. Geen probleem, het gaat inmiddels om de run. En het gaat niet om mijn geklets. Sigaartje heb ik er alweer bij. En we hebben een nieuw biertje hier. Het is een van de Insel brouwerij, de Baltic Farm. Er staat een groot beest voorop. Ik zal hem eventjes laten zien. Dat is hem. Het is een, ja, het lijkt wel op een Duits biertje. Brouwwasser, gerstenmout, weizenmalt, traubenzoeker, dat is druivensuiker. Nou ja, er zit van alles in. En er zit een heel mooi papiertje omheen. Ik heb berendorst van die run. Dus wij trekken het papiertje er maar eens even af. We ploppen hem open. Die ging best hoog. En we gaan eens even genieten van dit heerlijke biertje. Baltic Farm. Ik zeg jongens proost. Tot de volgende Russell's Running Channel. En ik geloof dat wij de volgende keer bij de derde hoeve aan de wegloop zitten. In Oude Willem. De 7,5 kilometer. Dat wordt flink trainen dus. Proost. Oh, deze smaakt wel lekker hoor. Het is een zwaar biertje, maar wel heerlijk. Vergeet trouwens niet, even subscriben, like deze video en druk op het belletje. Tot de volgende keer. Yo!